Hallo, allerliefste! Pikken we dit nog langer? Nee! Kan het niet wat meer, lieve mensen? Die man daar met die camera, die is van de televisie. Dus, even overnieuw. Hallo, allerliefste! Pikken we dit nog langer? Nee! Komen we bij mogelijkheid nummer 3. Hij kan de huur niet meer betalen. Hij heeft niet voldoende schilderijen verkocht en hij kan de huur niet meer betalen. Zou kunnen. Maar nu is mij ter oren gekomen dat hij een goede kunstdienstdaagse gedraaid heeft. Dat hij voldoende verkocht heeft. Hij kan de huur betalen. Dus zit ik te denken, misschien wil hij die huur niet meer betalen. Wordt het hem allemaal te duur? Wat denk je wat dat kost? Atelier, verf, percelen, doeken, vernis, lijsten, openingen. Het is hem gewoon te duur geworden. Ja, maar dat geld gaat natuurlijk naar de gemeente om dat onzinnige project van Kranenburg te kunnen financieren. Maar mijn vraag is, hoeveel geld gaat er naar de gemeente en hoeveel geld verdwijnt er in de zakken van de parkeermafia? Pikken we dit nog langer? Nee! Nee. En dan gaat de zorgverzekering omhoog. De eigen bijdrage gaat omhoog. Ja, want de ziektekosten reizen de pan uit. Maar mijn vraag is, waarom... waarom moet een hartchirurg zo nodig een verwarming in zijn tweede zwembad bij zijn derde huis, terwijl een muzikant moet rondrijden in een afgetrapte Opel Kadett? Yes! En dan zeggen ze, kunst is een linkse hobby. Maar goed, wat is dan een rechtse hobby? Een van die voorwieldrijfs door het dorp karren? Dan moet daar ook op bezuinigd worden. Laten we eerlijk lezen. Pikken we nu nog langer? En dan gaan natuurlijk de benzineprijzen omhoog. Is het jullie wel eens opgevallen dat als de olieprijzen omhoog gaan, de benzineprijzen omhoog gaan, maar als de olieprijzen vervolgens omlaag gaan, de benzineprijzen gewoon hetzelfde blijven? Ja. Mafia! Pikken we dit nog langer? Nee! Is het je wel eens opgevallen, je kan je kont niet keren of achter je wordt de straat opengebroken? De Sint-Antoniusstraat waar ik woon, vorig jaar straat opengebroken, dit jaar ook weer straat opengebroken. Ja, er moet een nieuwe riolering in. Welk idioot heeft een riolering onder de straat? Goed, dan maar naar Groet. Hier een weg opengebroken. Ja, er moet een nieuwe riolering in. Zou er niet erop met die riolering? Goed, dan maar naar Groet. Over de N9. N9 opengebroken. Mensen, aan het openbreken van straten wordt geld verdiend. En zo maken we met z'n allen het leven duurder en duurder en duurder. Tot zover en niet verder. Kappen nu met dat gegraai. Met dat gelieg en gekonkel. Kappen nu met het uitbuiten en onderdrukken van alles wat gewoon wil leven. Kijk, ik persoonlijk als blinde Benny vind dat een mooie gedachte. Maar eerlijk gezegd hou ik het bij optie 2. Die winder is niet goed bij zijn hoofd. Dank u wel. Amaryllis. Amaryllis belladonna. Op wankele steel in stromende regen, achterop de fiets mee naar huis genomen. Amaryllis belladonna, met haar tere knoppen nog wat sloom omlaag, in een lange gele vaas, hard op weg om uit te komen. Ama, 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 bella belladonna, Amaryllis belladonna. Op het tafeltje voor het raam ontvouwt zich een bloem in schitterend rood. Een dag later weer een bloem en daarna weer een bloem. Het kan niet op, het gaat maar door. Amaryllis belladonna, €1,50. Daar koop je nog geen biertje voor. Amaryllis belladonna, stromende regen, achter op de fiets, mee naar huis genomen. Amaryllis belladonna, met haar tere knopen, nog wat
gaat stroom omlaag in een lange gele vaas, hard op weg om uit te komen. Amma, 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 bella, bella donna, amarillis, bella donna. Amma, 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 bella, bella donna, amarillis, bella donna. Op het tafeltje voor het raam ontvouwt zich een bloem in schitterend rood. To carry on. Tick, 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 tick.
Get you out.